Hola en welkom bij vlog nummer 5. Vandaag is onze laatste dag op Mallorca en we nemen je mee naar de stad Palma om te gaan skateboarden. Dus kijk uit, er zit heel veel skateboarden in deze vlog. Misschien kan je nog wel iets leren van Sas. Ah, wie weet. Veel kijkplezier met vlog nummer 5. Ciao, de strandje. Was lekker. Oh, dat is hier super lekker. Oh, als je nog een keer naar Mallorca gaat, daar eten. Is de place to be. Niet in Rome, maar deze plaats. Daar. Daarnaast staat de Bob. Daar. Ja, daarnaast staat de Bob, ja. Hey, Siep en zijn pennyboard. Ja, wacht eens even. Het is there you go. There you go. Hoppa. Durf ik dit? Al vloggend skateboarden? Ja, maar dit vind ik dood, hè, want ik ga het natuurlijk weer laten vallen. Ai, caramba. There we go, ik vind het doodeng. Ik draai wel even. Ja, ga jij maar even filmen. Ben je met de lift? Ja, natuurlijk. Oude skateboarder. Bordman niet van de grond. Voetjes van de vloer. Ah, ik ben af, ik ben af. Hey. Je hebt wel gewonnen. Niet eens met lift als, toch? Hatsa! Hartstikke idee. Het is echt een luxe trouwens, want je kan hier of met superveel trappen, maar dan moet je met je board om je arm. Of je roept van de lift. Hey, lift! Hoe heet? Die roep je gewoon. Lift! Liftos! En dan ga je hier naar beneden. En dan kom je dus twee verdiepingen lager uit en dan is dit... Ramblas. De Ramblas. En die heb je natuurlijk ook in Barcelona. Maar dit is de Mallorcaanse versie van de Ramblas. En dan heb je zeg maar aan beide kanten een autoweg. En in het midden is van overdag allemaal bloemenkraampjes. En daar kun je echt fantastisch skaten. Dat gaat echt super rap. Super rap. Super rap. Kun je zo... Maar die lift is iets minder rap. Die lift... Allee jongens. Zou de lift uit zijn? Dat zou zomaar kunnen. Ja, maar hoe moeten mensen dan met een rolstoel s'nachts... Slapen. Je moet gewoon slapen. Mensen in een rolstoel moeten s'nachts slapen. Ken je dat die koek? Nee, denk ik niet. Heb ik nou echt heel leuk verteld dat wij dus niet in de trap willen? Dan zou er beneden iemand in moeten die... super groot is. Volgens mij beweegt hij niet, hè? Dan zie je die kabel wel. Bewegen. Echt? Ja. Oh my god. Serieus? Ja. Hij hangt ook niet bij een verdieping stil. Hij hangt gewoon... beneden. Dit is echt super zielig voor iedereen die in een rolstoel zit en die s'avonds van Las de Mayor naar de Ramblas wil en dat dan niet kan. Want dan moeten die gewoon met rolstoel en al gewoon van de trap afgeduwd worden en dat kan natuurlijk ook niet. Naar. Nou, ik denk echt... ja, lopen. Hey. Ik wil echt niet iemand beneden van de bank ziekenhuisbed beneden. Ziekenhuisbed? Ja. Ja, dat er zeg maar in moet en dat het dan niet past, zeg maar. Ja, oh ja. Bali. Oh nee, Mallorca, maar balen. Maar wel balen, ja. Nou, Mallorca blijft een topplek. Welkom bij de show om te zien welke Nederlander het meest dronken de trap af kan. Heel de week krijgen ze een longboard, straks heb je plaat. En nu jij? Ja, dit is wel mooi, kijk nou. Er is wel een bergje op, hè? Hier, voilà. Voor jou. Kijk die souplesse. Kijk. Oh. Ik kan dus nu al, na 2 dagen. Oh, stilstaan en bochtjes maken. Stilstaan en bochtjes maken? Je moet gewoon langere stappen maken of zo. Je moet iets dieper door je voorste voet. Ja. Ja, ik zal het even vertellen hoe het moet hoor. Dus dieper door deze knie. Ja, dan kan je gewoon een veel... Kijk nou, dat gaat al veel beter. Wat doe je nu mee? Ja, maar ja, ik weet ik veel. Ik dacht, dat is wel een beetje natuurlijk. Volgens mij hebben we het gehaald met een recordtijd. Dit was de laatste keer de Ramblas af. Oh. Maar die was wel het allertofste, hè. Ik ging bijna op mijn bek. Ja, dat was top. Dat was spannend. Er is hier nog een stukje. We moeten eigenlijk hierin, dus het parkeergarage.
Oh ja, hoofdstuk 2. Een stukje naar voren. Maar nu weet ik dat je door je knie moet. Ik kan vet hard gaan. Ja, oké, okay, we gaan het zien. Hoppa, dit is het leuke stukje. Nu gaat hij naar beneden. Buenos tardes. Blijf eraan. En stoppie. Vet cool. Sassafras. Ik durfde niet meer. Wat vet. Regen. Je ging vet hard. Ja, maar ik durfde al wegen. Het ging echt heel hard. Omdat het best wel een beetje zo boef ging. Dus we moesten heel even afstappen. Want ik vond het een beetje eng. Toen kwam jij me zo voem voorbij. En toen dacht ik, eng. Toen ik jij heel hard ging. Dat ik oké, stop. Ja, nee, maar de laatste keer ging best hard. Het hardste van de hele week. Hoppa. Volgend jaar horen het helemaal bij in Spanje met die bordjes. Volgens mij moeten we hierin, ja. En in duel met een auto. Ik mag het proberen, hè? Mini Sas. Op een mini bord. Daar. Het is echt een mini bordje, ik vind het doodeng. Dat is echt zo anders. Hier, kijk eens naast elkaar zet. Oké, durf ik dit? Yep. Oh, honden en een skateboard, ja. Dat gaat niet goed samen, hè? Nee. Dat is wel grappig. Ja, toch? Dat ik hier op vast sta, joh. Echt 2 dagen geleden dacht ik dat ik überhaupt niet op een skateboard. Nee, dan lag je denk ik al, lag je al 3 dagen in het ziekenhuis. Rechte parkeergarage in. Jee. Prima bordje. Mega klein. Hoe heet die ook weer? Het is een baby. Het is een baby. Ik mocht eigenlijk kiezen. Dus ik wilde een knalroze met blauwe wielen. En toen zei Siep, ja maar ik denk dat ik er het meest op ga skaten. Terwijl ja, hij zei, als ik er een mag, dan mag jij de kleur kiezen. Dat zei ik ook, maar jij. Ja, ja. It did not happen. Weet je wel wie die broek aan heeft? Nee. De broek. Is het blauw? Nee. Hij is wel cool. Ja, dat is zeker. Maar als we er nog een halen, dan moet het roze zijn. Oh, dag Mallorca. Dit is het laatste stukje nee. Mallorca. Palma. Palma bedoel ik, ja. Palma de Mallorca. We hadden er nog een keer goed in. Thank you. You've been very kind to us. Very nice food. Very nice people. Very nice skateboard. Very nice streets. Very nice... We moeten pillen. Oh, kijk. We kunnen hier alleen contant betalen. Ja, of moet je creditcard betalen. Ga ik proberen. Oopsie. Ik denk wel wat klaar te zijn. Ja. Dat waarschijnlijk nog een pin ook. Doet dit niet? Misschien een museumkaart? Nee. Mijn rijbewijs? AWB. Er staat wel een pijltje op. Nee. Tere, la, trajecto. AWB vind ik niet leuk. Oh, shit. Nee, ik moet even cash halen, denk ik. Kan het wel? Boehoe. Terug bij af. Ik ga even snel naar de straat, of ga je mee? Ik ga mee, anders sta ik hier maar eentje in een of andere loesje parkeergarage. Hey. En we mogen nog een keertje Palma in. Yay! We hadden genoeg geld uiteindelijk. De parkeergarage. Het Siep is even gaan pinnen. Het is nu 11:15. Vandaag aan huis. Het is vandaag. Over 3,5 uur gaat de wekker. En we moeten dus alles nog gaan inpakken. Maar kijk dan, wat een bende het is. Het is echt niet normaal. En we hebben dus maar 1 koffer. Maar we hebben inmiddels... 3 boards die mee moeten. Wee. Dit doen we eigenlijk wel heel. Elke dag doen we dit wel een beetje. Door de kamer skateboarden, hè? Ja. Sorry voor de onderburen. Heel jammer. Oh, ja. Dus we gaan nu echt super snel inpakken. En dan slapen. Heel kort slapen. Skateboards uit elkaar. Peace out. Succes met inpakken, Siep.
zo moe, hè? Ja, ik heb ook niet meer. Bleh. Hoort erbij. Ah, en dan slapen. Daar. Daar. Super vroeg, hè? Hola, buenos días. It's not very busy, no? No, it's not very busy. Good morning. Yes, here we go. Okay. No, this is not real. Good. Yeah, ticket please. Ticket please, here you can put your luggage on the belt. Yes. Your suitcase will be safe. Als ik dus hier ga staan, denken mensen zeggen dat ik de tickets en paspoorten mag. Tickets, paspoort. Ik wil het niet. Dit werk lijkt het iets te serieus, hè? Ja. Dus niet. Mensen zijn zo chagrijnig hier, hè? Lopen allemaal mensen voorbij je hokjes, liefie? Ze verlaten het land. En ik ben best laat uit het hotel eigenlijk. En nog steeds zijn we echt op tijd. Denk het. Ik weet het niet. Nou als, ja, we hebben eigenlijk nog niks gedaan hier. We hebben zitten springen hier. Maar ik denk dat we nog wel een mooi tijd zijn. Dus, waarom nog even de sleutel in de auto? Ja, die vergeten. Anders hebben we een mini staan. Antwoord, ik heb mini. Mijn broek zat dan. Moet ik hem even ophijzen? Nee. We zijn weer thuis in Nederland. Boe. Ja, het waren 4 fantastische vakantiedagen. Ik wil weer terug. Ja, ik ook. Maar voor nu zijn we even terug in Nederland. We hebben 3 vlogs gemaakt over de vakantie in Mallorca. Ik hoop dat je ons filmpje leuk vond voor de vakantie. Mm-hmm. Volgende week is gewoon weer een normale nieuwe vlog vanuit Nederland. En sorry voor de overdosis skateboarden op Mallorca, maar dat was wel echt super vet daar. Het is een nieuwe hobby, toch? Ja. Ik ben er best goed tegenwoordig. Ja, nee, zeker. Ja, ik vind het. Hè. In 2 dagen tijd heb ik nog nooit iemand zo snel zien boarden. Lief. Maar dit waren ze. Vergeet niet te abonneren. Geef een duimpje. Je eigen duim? Stuur ze op naar ons. Nee. Geef dat niet, alsjeblieft niet. Maar geef een duim, een like. Is dat wel goed? Een like? Ja, nee, zeker. Geef een like. Of hak je duim. Oké, laat even weten wat je ervan vond. Misschien is dat veel handiger. En dan zien we je bij de volgende vlog. Ciao. Doei. Adios. Ciao. Ik weet niet. Die heb ik al gezegd. Oké, auf Wiedersehen. Adios. Tot ziens. Goodbye. Tot de volgende keer. Adieu. Namaste. Mushi mushi. Hey hey. Maar dat is het eens toch? Sorry. Oh, vakantie doet je goed. Nu mag je 1 keer. Doei! Doei! Peace out. Doei! Oh, het is wel echt vakantie. Hier gaan we wel zelf een dagje van maken, toch? Ja, kijk, het is echt strand.